65, Mats van den Einde. De eerste Oost-Brabantse medaillekandidaat is deze Mats van den Einde uit Betekom. De eerstejaars junior zit stevast in de nationale selecties. En ook op het BK draait hij de gashendel meteen open. Ja, dat was een hevig baasje die dat daar heel snel kwam aangereden. 65. Mats van den Einde. Van den Einde heeft wel geen topdag en maakt ook twee keer kennis met de Meulebeekse modder. Na een zilveren medaille bij de nieuwelingen vorig jaar rijdt hij nu naar de zesde plaats. Ik had natuurlijk gehoopt voor te winnen, maar het podium was ook al mooi. Maar ik ben wel heel blij met mijn zesde plaats, want ik denk, ja, ik ben ook nog maar eerste jaar. Dus ik denk, ja, ik ben daar echt al heel content mee en het gevoel van de wedstrijd was ook wel goed. Maar de tegenstand was echt al vandaag heel sterk. En we blijven nog even bij de familie van den Einde, want bij de eerstejaarsnieuwelingen is broer Bas aanzet. Met wat tips van Mats in het achterhoofd. Ja, toch een paar. En ook gezegd waar je dan ongeveer moest starten. En ik heb ook op televisie gezien waar je ongeveer moest starten. En die Bas van den Einde is blijkbaar een goede leerling. Net 15 is hij en een kop kleiner dan de concurrentie. Voetballen doet hij ook nog bij Betekom. En hier op het BK knalt hij heel knap naar de bronzen medaille. Yes! Ja, natuurlijk super blij. En meer kan ik niet zeggen. Die derde plaats, ga je die toch een klein beetje vieren of wat ga je vandaag nog doen? Natuurlijk een beetje vieren en de fietsen kussen. Bij de tweedejaarsnieuwelingen hebben we met Gilles Lejeune uit Rotselaar ook een stevige kandidaat. Lejeune won al 10 koersen dit seizoen, is een van de grote kandidaten op de tricolore. En dat laat hij meteen zien. In geen tijd slaat hij een gat. In het begin gewoon een goede start gemaakt en ja, zien dat je vooraan zat. En ja, dat heb ik gedaan en bij de tweede heuveltje was ik naar de leiding gegaan en dan een klein gatje gekregen. Dat klein gatje wordt al snel een gigantische kloof. Gilles Lejeune doelt geen tegenstand in Meulebeke. Hij rijdt de concurrentie op net geen minuut en is de nieuwe Belgische kampioen. Voor ons is dat echt de kers op de taart van het hele seizoen. En ja, als dat dan lukt, dat is ongelooflijk. En zeker als je weet dat hier nog een bus vol supporters staat. Ja, het was mijn supportersclub die van Leuven kwamen. Dus ja, ik was er wel van op de hoogte en dat moedigt u meer aan eigenlijk. Uw applaus voor Gilles Lejeune! Ja, kort naar het Dixel Café in Arendt, ja. Gaat het vat er komen? Goh, normaal wel, denk ik het wel. Mag ik uw aandacht, dames en heren?